Morsin is min of meer de hoofdstad van de Porte du Soleil. Met recht stad, want het heeft eerder de omvang van een stad dan van een dorp. 'S Middags is het er heerlijk druk in de straatjes waar de mensen op hun gemak lopen te winkelen. Er is van alles te zien, zowel oude ambachten als moderne sportwinkels. In tegenstelling tot de meeste Franse plaatsen kan het er tijdens de après-ski flink tekeer gaan. Daarna wacht het diner en daarvoor kun je terecht in 30 restaurants. Er is voor elk wat wils, van pizza tot de klassieke Franse keuken. Voor de sportieve activiteiten kun je onder meer terecht op de schaatsbaan. En voor het skiën kun je gebruik maken van het volledige Porte du Soleil pakket. 650 kilometer piste, maar die sluiten niet allemaal op elkaar aan. In de stad zelf is een flink aantal pistes en samen met Leger kom je al op 140 kilometer. Dat neemt niet weg dat veel mensen met de auto of de bus richting Avoriaz gaan. Daar begint het grootste gedeelte van de overige pistes en het is tevens het startpunt voor lange dagtochten die deels door Zwitserland voeren.